Charlotte en Koen, leuk dat jullie erbij zijn. Welkom. Dankjewel. Charlotte, ik ga beginnen met jou. Was je blij toen ze jou de rol aanboden van Liesel in die toch wel legendarische musical, The Sound of Music? Ja, natuurlijk. Je doorloopt heel dat proces ja. van de eerste audities en dan twijfelt je of je zelfs gaat mogen terugkomen. En dan merk je dat je de laatste keer nog maar met vier jongens en vier meisjes bent voor Rolf en Liesel. Ja, ja. En dan komt dat zo dichtbij. Maar dan denkt je van ik ga niet te hard hopen, ik ga niet te hard hopen. En dan krijg je het mailtje waarin ze vragen zou jij Liesel willen spelen in Sound of Music? Ik kon bijna huilen omdat ik zo blij was. Dat snap ik, ja. 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 Dat is zo'n ontlading. Ja, inderdaad. Want je wilt er zo echt wel niet te veel hoop al aan vasthangen. Maar ergens is er toch altijd zo dat klein stukje dat al denkt oh, als ik dat zou hebben, dan zou je zo en dan zo, en zo. Nee, nog niet te hard aan denken. Maar toch <laughs> zit je hoofd daar wel al een beetje weg te dromen, zeg maar. Koen, de mensen die herinneren zich jou waarschijnlijk als collega van, van in Aspen. Ja. Wordt je daar nog vaak aan herinnerd? Of... Ja, 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 ja. Ja, 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 de mensen herkennen mij nog altijd als. Ja, ik blijf natuurlijk ook die muts dragen. Dat Delop, <laughs> uh, het was ook mijn eigen muts toen. Ah, ja. ja, ja, dat was deel van het personage. Nee, ik was heel blij dat ik, die, uh, dat ik die rol mocht spelen. Ik mocht dat ook helemaal aan mijn hand zetten, dus dat was. Uh... Dat is echt fijne, fijn, fijne periode. Ik denk daar met veel plezier aan terug. Ja, Charlotte, je hebt ook een rol op tv gespeeld in familie. Als je nu zou mogen kiezen tussen altijd op de set staan of altijd in het theater, wat zou je dan kiezen? Oh, mijn hart gaat voor altijd bij theater liggen. Oh. Ik moet wel zeggen, ik heb een hele, hele fijne periode gehad bij familie mm -hmm. en ik zou het ook direct terugdoen. Want het was uit een hele fijne ploeg. Ik had ook eigenlijk een tof personage, vond ja. ik wel, om mee aan de slag te gaan. En ja, ik heb daar ook vrienden gemaakt, mensen waar ik nog altijd mee afspreek. Maar als je echt moet kiezen, theater of op de set staan, ja. voor mij gaat theater altijd winnen, ook hoe je op het einde van een voorstelling je publiek het applaus kunt gaan ontvangen. Dat is iets dat je gewoon niet hebt als je voor tv werkt. Mm -hmm. Of als je een grap maakt, dan hoort je de mensen direct lachen. Als het iets droevig is, zie je de mensen huilen. Mm -hmm. En dat geeft zoiets speciaal. Je doet die voorstelling eigenlijk samen met je publiek. Ja. Want de reacties van je publiek horen ook bij de voorstelling. En ja, dus, dat kan niks anders evenaren. Ja, <laughs> dat, is, dat is volledig waar. Dat begrijp ik je volledig. Je in. kent het zelf. Ja, ja. ja, inderdaad. The Sound of Music. Ik denk dat er geen enkele musicaltitel beter bij onze zender past dan deze.